Welkom bij een nieuwe aflevering van de Alles Komt Snor Show. Ik ga het vandaag hebben over influencer marketing met mijn twee toffe gasten. Langs de ene kant komt Nienke Loo van Wonder en langs de andere kant komt Alexandre van Connu. We gaan heel veel vragen kunnen tackelen van hoe moet je influencers nu gaan inzetten, maar dat is voor zo. Welkom bij de Alles Komt Snor Show. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik heb vandaag twee super toffe mensen hier weer in mijn gezelschap. Nienke van Wonder. Hey. Je omschreef jezelf als digital butterfly. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, het is vooral een beetje de digital marketing dat ik doe. En ook wat de evenementen. Maar ja, de butterfly gaat een beetje over dat ik wat van alles doe in de digital marketing. Alright, cool. Langs de andere kant, Alexandre. We kennen elkaar, want we hebben in het verleden al eens samengewerkt van Klopt. Connu. Ja. Vertel eens, Connu, jij bent de founder ervan. Wat heeft u gedreven om Connu op te richten? Ik wou influencer marketing laagdrempeliger en efficiënter maken. Mm-hmm. Dus we hebben eigenlijk een matchmaking platform waarin bedrijven met influencers op een gemakkelijke manier in contact komen met elkaar om dan zo samenwerkingen te gaan uitwerken. Dat was eigenlijk het initiële doel. Dus voilà. Alright, cool. Kennen jullie elkaar al? Ik ken de Connu wel al, ja. We hebben ook al eens een testding mee gedaan. Klopt, ja, inderdaad. Ja. Alright. Jullie werken nog altijd met Laura Hubert ook nog, hè? Ja, ja, met haar zus nu vooral. Zie je? Matchmaking. Prachtig. Ja, ik denk dat we daar vandaag er ook over gaan hebben. Hè. Het is wel een super hot topic. Hè. Er zijn gewoon superveel influencers en veel bedrijven. Zijn er ook naar op zoek? Hoe kunnen we met influencers werken? Jullie hebben al met influencers gewerkt. Misschien vrij kort, maar allez, wat zijn dan voor u bijvoorbeeld de voordelen dat jij ziet van ja, met influencers werken aan uw bedrijf? Waarom zouden dat doen? Maar de grootste reden... je kunt de communicatieboodschap echt zeer gericht naar een bepaalde doelgroep gaan naar buiten brengen. Dus bijvoorbeeld in zaken gelijk met Wonder bijvoorbeeld, je gaat influencers die in cosmetic en dergelijke en aanliggende sectoren gaan aanspreken, die dan 15.000, 20.000 volgers hebben. Als je dan je boodschap daarmee naar buiten brengt, ga je echt naar een zeer gerichte doelgroep gaan adverteren. Terwijl als je vandaag de dag meer de traditionele zaken, gelijk zo Google advertenties en dergelijke, dan ga je echt op een zeer breed publiek gaan zitten, wat ook zeer veel geld kost. Maar dat is dan maar slechts een klein percentage van je effectieve doelgroep. Daarom geloof ik echt dat een influencer kan daar een grote meerwaarde in hebben. En zeker als je dan zo met ambassadeurs gaat gaan werken, dan heb je daar echt lange termijn samenwerking mee. Dan wordt dat ook een gezicht. Dan heb je echt authentieke content. En dan, als dat echt in je verhaal past, dan kun je daar echt ongelooflijk mooie zaken mee doen. En zeer doelgerichte campagnes mee gaan opzetten. En daarin geloof ik echt dat een meerwaarde kan zijn. Mm-hmm. Plus je kunt ook heel makkelijk schalen, uiteindelijk ook. Dus, Right, cool. Jullie hebben in het verleden al campagnes gedaan met influencers? Ja, we zijn daar wel eigenlijk continu wat mee bezig. Mm-hmm. Sinds kort hebben we ook zo'n ambassadrissenprogramma eigenlijk opgezet. Omdat we eigenlijk merken van zo met influencers dat vooral op lange termijn zowel voordelig is als voor ons als voor de influencer zelf. Mm-hmm. En we zien ook wel dat dat echt goed werkt, die ambassadrissenprogramma's. Met influencers ook sowieso, omdat wat Alexandra al heeft gezegd, is dat is ook gewoon authentieker en mensen gaan dat ook echt geloven, omdat Google Ads kun je gewoon iets erop zetten. Het is niet dat wij dat doen of zo, maar je kunt dan zo faken, zo gezegd. En mensen geloven dat gewoon ook minder. En zeker bij influencers, zij testen dat ook, zij tonen resultaten. Dat is gewoon veel toffer ook om naar te kijken en je hebt toch gewoon al meer goesting om dan iets te kopen, mm-hmm. Als je het hebt gezien via een influencer en zo. Ja. Nu is dat wel verplicht waarschijnlijk dat die influencers er ook bij zijn. Advertentie. Het is een advertentie, hè? Ja. Hashtag. Waar is dat precies exact gekomen, dat er verplicht moest bijstaan eigenlijk? Ja, omdat vroeger hadden influencers dat zij dan dingen promoten, maar ze zeiden dan niet. En daardoor kunnen dan mensen een beetje verkeerde informatie krijgen of ze hebben misschien het gevoel van dat ze dan... Ja, bijvoorbeeld op tv, je ziet sowieso al van... Oké, dit is reclame. Mm-hmm. Op social media, je kunt er gewoon doorgaan. Je weet niet of dat dan authentieke reclame is of niet. Want je hebt sowieso influencers die gewoon promoten voor het geld. Allee,
Dat is gewoon algemeen geweten. En dat willen ze denk ik gewoon vermijden. Dat als ze dan iets promoten, dat gewoon de mensen weten van oké, ja, het is een advertentie en het is... Het zit er ook sowieso een deel legal ook gewoon in. Hè. Tegenwoordig... Ze hebben ook van Financiën ook gezegd, je moet eigenlijk ook alles gaan aangeven. Want als je zaken in ruil bijvoorbeeld ook doet, je moet aan bepaalde waarden ook aangeven. Ja. Tegenwoordig moet dat ook op je belastingsformulier ook gaan staan. Dus ze moeten dat dan ook echt gaan aanduiden van, dit is echt een advertentie die we maken voor, voor een bedrijf. Ja, dat is iets wat we daar juist ook aan de toog besproken hebben. Hè. Moesten nu mensen aan het volgen zijn die interesse hebben om influencer marketing te starten voor hun bedrijf. Je zei het ook, het is niet altijd evident om met die influencers in contact te komen, zeker naar betaling bijvoorbeeld. Ja, klopt. Wat zouden dan mensen aanraden, waar ze dan op letten eigenlijk? Ja, ik denk het belangrijkste wat wij vandaag de dag ervaren met onze gebruikers, is één, alle zaken contractueel ook gewoon goed vastleggen. Omdat, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar als alles zo via sociale media verloopt, dan gaat het gewoon zeggen van kijk, we gaan twee producten opsturen en dan verwachten we dit en dat. Dat is ook totaal niet legally bindend, dus dat is al stap 1. Maar alles gewoon van BTW bijvoorbeeld ook. Werken mijn sociale secretariaat om bijvoorbeeld die profielen te laten in te schrijven, dat het gewoon allemaal... Ja, want veel van die influencers hebben niet per se een rechtspersoonlijkheid of zo. Ja, of sowieso. En voor een bedrijf is het altijd interessant als er een BTW-nummer is, want dat zijn marketingkosten die 100% aftrekbaar zijn uiteindelijk ook. Dus is daarin ook wat dat we... Zoals ik daarnet ook had verteld, we willen daar bedrijven beter in gaan begeleiden van oké, hoe zet je die contracten ook op, die facturatie, alles legally, dat daar in orde ook is. Want bon, ze kijken van bovenaf bij manier van spreken, dat alles echt gewoon goed verloopt. Dus we ervaren dat bedrijven nog niet 100% goed weten hoe dat allemaal in perfecte zijn werk gaat. In jullie marketingstrategie, hoe hoog staat influencers met influencers werken van bovenaan het schavot? Of is dat iets dat jullie erbij nemen? Ja, het is wel iets dat wij sowieso vinden dat is onmisbaar in onze marketingchannel eigenlijk. Omdat je hebt zoveel verschillende dingen, maar influencer marketing, we zien daar wel echt heel goede resultaten ook van. Dat is ook super handig, ook makkelijk om te gebruiken, want zij maken content voor u. Je hebt die content dan ook gewoon voor je eigen sociale kanalen, dus je hebt daar heel veel voordelen van eigenlijk. Maar het is wel iets dat bij ons veel waarde aan wordt gehecht. Nu ook eind september gaan we dan zo'n evenement eigenlijk organiseren voor ons 5 jaar bestaan van Planet B dan. En we willen daar ook echt een influencer evenement aan vastkoppelen dat meer mensen echt over Wonder en andere merken dan van Planet B eigenlijk te weten komen. En ja, dat is eigenlijk het makkelijkste via influencers te doen. Oké. Hoe zit er dat dan eigenlijk mee aan de slag gegaan? Want allee, het is wel een dingetje om te zeggen, zouden we geen influencers betrekken om ons product bij de juiste mensen te krijgen? Maar hoe kies de influencers? Hoe starten daarmee? Vroeger was dat heel lucraak dat we dat deden. Gewoon, we zagen een profiel, we dachten, oh ja, kom, we gaan die pakken. Maar we zagen wel dat dat niet het beste was. We hebben ook verschillende strategieën geprobeerd. Bijvoorbeeld enkel micro-influencers. Dat zijn dan zo influencers onder de 10.000 volgers. We hebben gezien dat dat bij ons helemaal niet werkt, dus daar zijn we van afgestapt. Dus wat wij nu eigenlijk doen is, we willen eigenlijk een beetje wat grote influencers, kleine influencers, gewoon een heel koepel met allemaal verschillende soorten, ook verschillende niches, meer sustainability, maar mensen ook die cosmetica leuk vinden, lifestyle, gewoon wat alles. En dat is denk ik het beste om mee te werken, zeg maar. Ja, ik voel eigenlijk een beetje gelijk dat je met andere marketingkanalen moet experimenteren of dat werkt of niet. Ik weet niet of jij, Alexandre, veel van die vragen ook binnenkreeg van klanten. Want eigenlijk zijn jullie een platform die de connectie legt tussen het bedrijf en influencers. Maar die bedrijven en die influencers, komen die dan met heel veel vragen ook bij jullie? Of? Dat is de reden waarom dat we binnenkort ook een soort van nieuw jasje met Conu ook naar buiten gaan komen. We gaan echt meer gaan focussen op die thought leadership. We ervaren... Wonder is nu een zeer goed voorbeeld, omdat hij zeer gestructureerd mee omgaat. En jullie werken ook op andere kanalen, dus dat is echt een complete plaatje. Maar je hebt vandaag en dag inderdaad bedrijven die zeggen van hoe begin ik eraan, wat moet ik ermee doen, wat zijn de juiste fits? Gelijk dat je zelf ook zegt, je hebt grotere influencers, je hebt kleinere.
te zeggen dat we dan meer die begeleiding gaan geven en dan echt op een soort van expertisebasis gaan werken. Van kijk, voor uw type bedrijf gaan we dit gaan adviseren op die manier. We gaan ook starten met een academy waarin we die bedrijven gaan echt gaan nurturen van A tot Z. Van hoe pak je dan nu net het beste aan? Omdat we die vraag inderdaad relatief vaak hebben binnengekregen. Mm-hmm. Dus ja. Mm-hmm. Alright, cool. Wat ik deze week heb al een aantal gesprekken gehad met heel veel ondernemers en met verschillende bedrijven. Wat ik altijd hoor terugkom is authenticiteit, authenticiteit, mm-hmm. authenticiteit. Maar als ik nu zo kijk, ja, wat er vaak op TikTok en Instagram allemaal verschijnt, er zit er nu zo heel veel gecreëerde user-generated content in. Ja. Is dat iets dat je zegt van ja, daar moeten we wel mee opletten of zo? Of, Ja, wij zien wel. We hebben verschillende soorten ads. Bijvoorbeeld, we hebben dan de UGC-content, maar ook gewoon statische ads. En we zien wel dat de UGC het best performen eigenlijk. Omdat dat gewoon, ja, dat komt dan authentieker hoor. Omdat dat echt zo mensen zijn die het dan gebruiken. Je ziet echt een voor en erna, hoe dat in de hand ligt. En bij statische ads kun je dat gewoon moeilijker tonen en zo. En je gaat er ook gewoon sneller over. Als ik op Instagram gewoon via de ads een statische foto ga ik veel sneller wegskippen dan als het echt een video is waar je de mensen ziet spreken. Het komt gewoon familiair over als je echt een video UGC. Ja, want wat ik ook soms denk, nu hadden we vaak ook zo, we zijn zelf nu een video agency, dat is nu het type content dat wij quasi niet maken, is zo echt zo georchestreerde, user-generated content. Geloof je daar ook in of niet? Want je hebt ook vaak productiehuizen die erachter zitten en die user-generated content zogezegd als real maken, maar eigenlijk is het geregisseerd. Ja. Ja, je moet gewoon goede scripts hebben en goede mensen in het eerste geval. Want we hebben al zo'n scripts gehad dat we het helemaal echt hadden uitgeschreven, maar dat we wel zeiden van, zeg het op je eigen manier, want anders komt dat echt heel fake over. Mm-hmm. En dan hadden we echt soms zo'n video's dat je gewoon zag van, dat ze echt gewoon de zinnetjes aan het aflezen waren, dat wij ook zo waren, dat is nu ook niet de bedoeling om te doen. Dus ja, het is denk ik vooral belangrijk dat je goede profielen zoekt die gewoon een natuurlijke uitstraling hebben, die gewoon goed overkomen op camera ook. En als het zo'n video's zijn, dan zijn het wel echt topvideo's als UGC. Maar ik geloof wel, vandaag nog alles is kortfragmenten uiteindelijk ook. Hè. Als je ziet op Instagram en op TikTok wat dat vandaag nog je grootste kanalen uiteindelijk zijn, ik zou daar sowieso wel op inspelen ook, want hetgeen wat er gezegd wordt van, het is net op met die beelden dat je product echt in de kijker kunt brengen, waarin dat de befores, afters, resultaten, die authenticiteit kunt naar buiten brengen. We hebben al inderdaad in het verleden sowieso goed samengewerkt ook, maar dat zijn dan echt voor die grote campagnes die je dan echt richting, laten we zeggen, televisie, en dat is dan echt van super topkwaliteit, alles op en eraan. Mm-hmm. Maar zeker onze generatie en zeker daarna, dus, alles op sociale media en laat ons zeggen, de schermtijd van sommige mensen sta ik wel echt van verbaasd. Ja, ja, dat is gewoon, dat zijn kort fragmenten en geschoold dan uiteindelijk door. Dus ik denk dat we daar toch wel met een bepaalde verschuiving sowieso wel zitten. En gelijk dat je ook zegt van, ik geloof wel deel in statisch, maar dat is echt voor mij een zeer klein percentage. Mm-hmm. Als je ziet die beelden die jullie hebben op sociale media, je ziet dat ze dat ook gewoon doen, gebruiken. Pak niet met die soapbars of super nice. Dan kun je daar ook blijven naar kijken. Omdat je dan ook ziet dat ze echt van goede kwaliteit, gaat dat ook makkelijk aan gekluisterd blijven zitten. Dus ik geloof wel dat echt next thing to do is. Oké. Okay. Ja, want ook naar die authenticiteit waarde nu. Wij maken wel heel dingen die ook geregisseerd en georchestreerd zijn. Wat dat nu de tendens is op de TikTok-reels, is dat wel merkt. Als je ziet dat het te hoge kwaliteit is, dat niet aanslaat. De algoritme is. Ja, is dat puur algoritme? Of is dat gewoon echt hoe dat jongeren inderdaad nu, of mensen in het algemeen een kijkgedrag op afstaan? Dat hangt denk ik een beetje af, want bijvoorbeeld Gizoo is zo een merk waar wij ook wel naar opkijken qua content en zo. En zij hebben heel vaak zo van die super kwalitatieve video's. En dat doet dan wel zo goed. Dus het is zo gewoon, denk ik, echt zo vinden wat dat de mensen interessant vinden voor uw niche, om daar zo wat mee te spelen. Maar het is wel sowieso, we zien wel als je een video gewoon opneemt als influencer, moet je dat niet met een te hoge kwaliteit opnemen. Want dat is zo'n beetje raar eigenlijk om echt met een goede, dikke camera of zo video's of zo op te nemen. Bijna iedereen
neemt dan nu eigenlijk met zijn gsm gewoon op. Dus. Ja, want ik vind het probleem is, ik vind dat redelijk een moeilijke, want je kunt dan echt met hoogstaande content dan beginnen pushen op je socials, waarvan dat je echt denkt van, wauw, dit ga je 10k en plus likes of views gaan pakken, die dan uiteindelijk er maar 500 hebben. En dan heb ik een goede maat van mij, Sim, van Simpools, ik weet niet of je dat kent. Dat zijn we niet meteen. Hij maakt eigenlijk van die opzet zwembaden met zo'n houten framework daar uiteindelijk rond. Dat is een ziek. Dat is een zot catchy product. Die maakt dat ook super ludiek. En die heeft één keer bijzonder 10 miljoen views gepakt. Maar echt zo. Relatief brak ga ik nu ook niet zeggen. Maar het is. Ik denk ook niet dat hij daar echt super hard bij nadenkt. Die gaat ook gewoon go with the flow. En die staat ook keihard achter zijn product. En dan zet hij ook een goede muziek om. Maar dat is gewoon een leuke vibe. En ik denk dat dan in één keer. Poef. En als ze dan mee op die wave zit, ja, dan blijf je gewoon views na views pakken. Want ik merk dat ook bij hem ook op zijn TikTok-kanaal. Het is niet één keer, hè. 10 miljoen, het is al 1 miljoen, 850.000, zo verder enzovoort. Mm-hmm. Krijgt hij nu aanvragen binnen van Singapore tot Texas, bij manier van spreken, omdat dat gewoon echt één keer viral is gegaan. Dus ik vind dat echt, en jezelf vind ik dat ook super moeilijk. Ga je echt naar hoogstaande kwaliteit gaan? Ga je echt gaan investeren in super camera's? Of moet het echt zeer ludiek maken, waarin dat... Ik denk dat dat inderdaad bedrijfsafhankelijk is. Ik denk dat ook. Dat een vrije goede content mix moet hebben. Hè. Mm-hmm. Ik denk, ik heb bij Wonder de influencercampagnes gezien, maar ik heb ook al een mooie commercial gezien. Ik denk dat beide wel zeker een nut kunnen hebben. Hè. Heb je zelf ook al een keer momenten gehad dat je dacht van... Why the hell doen we dit met influencers? Want ik kan me ook voorstellen dat niet altijd in communicatie ook altijd even eenvoudig kan zijn, toch? Ja, nee. Eigenlijk recent zaten we even in een crisis of zo met influencers, omdat we niet wisten waar we naartoe gaan. Want nu bleven we zo een beetje bij de kleinere influencers. Want ja, influencers zijn eigenlijk wel nog vrij duur, sommige. Dus dan waren we zo van, ja, gaan we dan meer naar de barterdeals gaan, gewoon waar dat we gewoon de producten giften? Of gaan we echt naar de supergrote influencers gaan en dat we dan wel echt zo'n vast bedrag aangeven. Dus daar is het wel moeilijk om daar wat de balans in te vinden. En zeker, ja, communicatie loopt soms wel heel stroef met influencers. We hebben er wel heel veel die super top zijn, die super vlot zijn. Ze communiceren keigoed. Wat dat wij ook verwachten, zij kunnen dat gewoon echt leveren aan ons. Maar ik heb dan ook van die influencers dat gewoon niet goed zijn dat ze hun influencer... Ik vind het soms kut dat ze zo'n influencer noemen, terwijl ze eigenlijk niet echt een influencer zijn. Dus dat is gewoon, ja, moeilijk om daar wat echt de juiste creators te vinden. Dus dat is denk ik het lastige aan influencer marketing, om echt de goede profielen te vinden. Hebben zo'n influencer dat zegt, daar kijken we super zwaar naar op? Of daar zouden we eigenlijk wel een keer mee willen samenwerken? Ja, er zijn wel zo grote influencers van zo de tv-wereld dat we zo willen... hebben eigenlijk zo Anne Lemmens of zo is echt een alleen goeie voor ons. Of we willen ook graag met een met de, ik kan even niet meer op de naam komen, maar zo de zusjes, zo Leijers, zo zusjes, die zijn ook wel heel tof om misschien in staat. Maar ja, we weten nu ook, dat zijn echt tv-profielen, daar is het wel echt een groot budget, prijskaartje naar zo. Absoluut. En die zijn waarschijnlijk zelf meer gewend van gewoon met inderdaad die grotere camera's, et cetera, waar je dingen met een gsm op te nemen. Okay. Maar kijk, Anne Lemmens en de zusjes Leijers moesten toevallig kijken naar deze show. Mocht je ons contacteren? Ja, zeker. Hoor je ook aanmelden op mijn platform. Ja. Wat zijn zo het type influencers dat jullie vooral aan het platform trekken? Wat ik altijd naartoe zou willen gaan en blijven naartoe gaan, is rond die 50.000. Omdat dat zijn profielen die... 50.000 volgers. Ja, 50.000 volgers, ja, inderdaad. Nee. Ze hebben ervaring, ze weten hoe dat ze moeten werken. Er zit een bepaalde professionaliteit ook achter. Mm-hmm. Hebben voorgaande campagnes gedaan, kennen ze wel de ins en outs. Dus maakt het ook al wat iets van gemakkelijker richting communicatie. Maar uiteindelijk, daaronder uiteindelijk ook. Omdat ik ook gewoon geloof, sta ik iets dichter bij ons. Mm-hmm. Als je echt naar die grote profielen gaat gaan kijken, komt een bepaalde kostprijs ook mee gepaard. Maar in hoeverre kunnen dat ook met al respect naar de gewone Vlaming gaan linken, als je daar echt zo van die high-end profiles op gaat gaan zetten, die dan bepaalde producten gaat gaan promoten. Heb je dan een bepaalde affiniteit dan nog met je doelpubliek?
Dus het is daarom dat ik echt zo van die 10.000 tot die 50.000, daar geloof ik echt 100% in dat dat voor bedrijven echt the way to go is. Ik denk dat dat is een beetje wat dat influencers en BV's dan toch wel gemeen hebben, is gewoon als je jij een kijker ziet die zich aangetrokken voelt of dat personage goed herkent of hem dezelfde lijn zet. Ja, dat je gewoon veel meer overtuigd zit om ook mee te surfen op wat die persoon promoot. Maar ja, vaak zo'n struikelblok bij influencers heb ik ook wel van dat ze te veel promoten. Dus daar moet je wel echt een beetje wat de balans in vinden van... Ja, maar bon, langs de andere kant, je hebt ook redelijk veel profielen die dat ook gewoon een effectief in een job ook is. Hè. Ja. Als je dan ene keer een content gaat gaan plaatsen in de maand bijvoorbeeld, gaan die mensen er ook niet van kunnen leven. Ja, want we hadden daar legal inderdaad ook mee om. Stel, ik weet nu bijvoorbeeld bij Wonderen, sustainable is wel een belangrijk topic voor jullie. Stel nu dat je een influencer inzet die dan een week later advertenties maakt voor ik zeg niet maar een merk van Dons, die van dier komt, bij wijze van spreken. Ja, wel, dat is een belangrijke, dat wij wel eerst op voorhand kijken van ja, welke samenwerking heb je al gehad. Bij eenmalige samenwerkingen kunnen we dat ook niet opeisen van... Als we zeker een barterdeal doen, kunnen we niet zeggen van oké, je mocht echt niet 3 maanden lang geen ander merk of zo promoten. Je kunt dat wel doen natuurlijk als er dan wel een vast bedrag aan vastkoppelt. Maar ja, dan moet je ook daarvoor nog betalen om echt die exclusiviteit te hebben. Onze ambassadrices hebben dat wel, dat zij wel geen andere badkamerproducten mogen promoten. Omdat ja, dan valt die authenticiteit weg. En waarom zou je dan zelfs een ander haarproduct of zo promoten als je dan Wonder gebruikt? Dus dat is wel echt een belangrijke voor ons en we hebben daar wel contacten voor dat ze dat moeten ondertekenen, zodat ze daar wel wat aan vasthangen. Zo. Ja, ik kom wel wat bekijken. Dat is iets waar jullie ook mee naartoe willen, ook, van dat mede helpen ondersteunen? Of? Ja. Gewoon omdat de gebruikers bij ons op het platform hebben daar echt nog totaal geen idee van hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dat is echt gewoon, het is te belangrijk. Zeker als je opkomend product hebt of beginnend bedrijf bent, het is superbelangrijk dat je een bepaalde vaste waarde en boodschap gewoon naar buiten brengt. En dan heb je inderdaad je legal gedeelte. Gelijk dat je zegt, het is gewoon te belangrijk. Dus, en we merken dat die knowledge er gewoon nog niet is. Dus het is daarom dat we ons daar ook echt op gaan focussen met vaste partijen. Omdat zij beroep op kunnen doen. En ons gewoon ook gewoon op kunnen aanspreken voor hulp daarvoor gewoon in te hebben. Ik zie mijn eigen, of ik kon nu echt zoals die springplank voor die bedrijven al beginnend, van die sociale media, influencers mee te gaan integreren, dat je echt zo gewoon een zeer goede basis gewoon hebt. Beginnen ze ook affiniteit te krijgen, daarna kunnen ze zelf, dat is ook altijd het doel. We willen niet, hoe langer dat ze bij ons op platform zitten, des te beter uiteraard. Maar het is echt de bedoeling dat ze gewoon gebruik ervan kunnen maken, het zelf kunnen doen en daarna gewoon zelf verder kunnen verder gaan in hun verhaal. Ja, dat is ook mega interessant, want we hebben zo influencers waarmee wij dan samenwerken. En dan dat ze nu wel verdienen daaraan, verschillende merken ook. En dan vragen ze ook aan mij van, ja kijk, wat moet ik nu doen? Klopt. Weet ik totaal niet, kan ik het gewoon doorverwijzen naar jullie en dan kunnen ze het zo doen. Hè. Dus dat is wel zo een win-win. Ja, een win-win. Business is made. Ja, nee, prachtig. Maar het is zelfs als een groot bedrijf als jullie, maar ook gewoon, gewoon beginnende start-ups, het is gewoon te belangrijk om daar die knowledge gewoon over te hebben. En we denken allemaal van, hoe we zijn... bij manier van spreken, geboren met sociale media of met de paplepel in de mond gekregen. Er zijn zoveel andere facetten die daaraan gekoppeld zijn dat we echt totaal geen besef van hebben. En het is daarop dat wij gaan proberen om... Het is ook mega snel aan het groeien. Het is verschrikkelijk. Ja, het gaat razendsnel. Het is niet normaal. Ja, soms, ik weet niet of jullie daar al mee in contact gekomen, maar soms zelf gewoon... dingen die gegenereerd zijn door AI bijvoorbeeld. Ja. Virtual. Ja. Zetten jullie daarop in? Nee, nog niet. We willen dat kei graag doen, zo, omdat we dat vaak al zo campagnes hebben gezien op LinkedIn zo passeren. Ja, dat is niet normaal. Maar dat is echt crazy. Ik weet niet wanneer dat was, maar dat was echt zo tussen pot en pint. Bij Samsung had niet die klapbare gsm, maar zo een paar modellen daarvoor. Hadden ze zo met Steve Aoki en nog zo'n influencer gedaan. Ik zweer dat. Ik dacht echt dat dat een echt persoon was. Dan de ene keer kreeg ik dat zo... Alex, dat is totaal niet waar. Dat is echt zo met AI gedaan. Ik zeg, doet het opblazen, kan niet. Ja. Dan echt gewoon getoond, het is ongelooflijk. Maar dat is zeker ook in tijden van corona, is dat echt massaal opgekomen. Ik heb ook artikelen gelezen dat je bij Meta, zo die virtual places bijvoorbeeld dan,
like Louis Vuitton en dergelijke, mm-hmm. die dan zo echt een AI-influencer in dat platform hadden, ja. die dan met de mensen begonnen te communiceren. Wel echt. Ja, het is waanzin. Dit is echt... Ja. En dat is denk ik ook wel zo'n beetje een spanningsveld dat er is, want natuurlijk hetgeen dat de app met die influencers is, wat dat je juist die authenticiteitswaarde vrij belangrijk vindt. Ja, als je daar dan iets zet dat computer-generated is, ik weet niet goed, hoe, nu is dat nog leuk dat je erop reageert, van ja, het is met AI gemaakt, wel straf dat het allemaal kan, maar als ik op een bepaald moment... Ja, moet je voorstellen dat je bedrogen wordt of zo? Allee. Maar, bon, nu 2023, maar pak het binnen hier in 10, 15 jaar. Ik weet niet wat dat er allemaal op ons gaat afkomen. Ik denk dat dat echt... Dat gaat zot zijn. Ja, zelfs binnen 5 jaar al, wat AI en allemaal gaat doen. Als dat nu al zo'n groot zijn we nog relevant aan het spreken? Zou deze podcast nog relevant zijn? Zeep houden we nog altijd nodig aan. Ik zal wel virtual influencers geven. Virtual influencers moeten zijn wel aan je wassen, natuurlijk. Ja. Dat is juist, ja. Het is gedaan, boeken dicht. Nee, maar ja, goed. Ik kan misschien nog juist een stoute vraag stellen, eigenlijk. Omdat ik... we krijgen die vragen ook wel... we hebben zowel B2C. Hè. En hetgeen dat je dan wel vaak hoort, is dat er een beetje een denigrerend gedaan wordt over het gebruik van influencers. En ik bedoel dat niet op een foute manier, maar ja, dat is goed om chacoschen te promoten of voor chocolade te promoten of op respectvolle manier de zeep. Hè. Kunnen dat ook gewoon, kunnen influencers ook ingezet worden die dan bijvoorbeeld voor meer naar B2B toestaan of naar B2B bedrijven? Ja. Maar ik moet nu wel eerlijk toegeven, zeker in ons Belgisch landschap, zeer beperkt. Mm-hmm. Ja. Maar we zijn ook naar Nederland verhuisd ook. Waar we zo wel markten aan het aftasten zijn. Daarin zie je dat dat dus al echt ingeburgerd zit. Dan heb je echt mensen die gewoon, laten we zeggen, gewoon op LinkedIn en YouTube, gewoon dergelijke commercials ook al maken. Al is het bij manier van spreken om salesplatformen te gaan of productieprocessen te gaan optimaliseren en dan daar uitleg over te gaan geven. Dus je hebt dat echt wel, maar we lopen gewoon op dat vlak. Ja. Wederom achter. Dus, het zal hier wel vaak ook we weten allemaal dat het gaat, als je zelf je eigen bedrijf hebt, dat je zelf een beetje het influence gezicht zit van je eigen bedrijf. Maar stel nu dat je een databureau hebt, bij wijze van spreken, hoe kun je daarvoor influencers inzetten om B2B sales te gaan doen? Ik ga je dat nu vlak af zeggen. Ik zou geen profiel vandaag de dag echt weten, on top of my head, wie dat zou kunnen doen. En je kunt zo de mannen van Oracle en dergelijke, als je in de Max Verstappen zit, die gaat dat ook wel een keer promoten op CNL, bij manier van spreken. Maar echt zo mensen die productieprocessen echt gaan verbeteren en zeggen van kijk, ik heb dit ervaren en we gaan dat op die manier doen en die expertise gaan delen. Op LinkedIn, wat het grootste kanaal vandaag de dag is voor andere bedrijven of mensen via andere bedrijven mee te linken. Nog geen ervaring ook mee gehad. Ik moet ook gewoon eerlijk toegeven dat bijna alle gebruikers vandaag de dag echt B2C gewoon gericht zijn. Ja. En ik denk dat we daar ook echt een switch ook in moeten gaan maken. Maar dan kom je ook vandaag de dag in aanraking met bedrijfsleiders. Mm-hmm. Die laat ons zeggen... 50, 55 plus uiteindelijk ook zijn. Die hebben wel draaiende zaken, die hebben geoptimaliseerde productieprocessen, draaiende omzetten of winsten die ze moeten behalen. Ja, als je dan gaat binnenstappen, met al respect als 27-jarige baziken, die gaan zeggen van kijk, je kunt nu influencers daar ook op gaan inzetten. Ontzettend moeilijk om daar ook van je voet tussen de deur binnen te steken. Maar dan merk je wel, in Nederland heb je dat wel. Daarin zie je echt dat die, laten we zeggen, verder gevorderd dan zijn en dat die daar ook effectief al mee bezig zijn. Dus die overgang gaat sowieso ook wel naar ons komen. Dat kan niet anders. Heb je daar concrete voorbeelden van, wat je dan bijvoorbeeld in Nederland ziet dan? Het probleem is dat ik die naam... We zijn nog niet ver genoeg. We hebben een concreet antwoord. Ik heb nog niet genoeg onderzoek gedaan naar die sector ook gewoon. Omdat we zelf met Conu... daar ook nog niet naartoe aan het grijpen zijn. We moeten echt onze B2C, ons verhaal, onze structuur en zeker nu ook met dat nieuwe jasje van die thought leadership, dat we echt dat punt moeten hebben vooraleer dat we echt richting B2B ook gaan kijken. We hebben er wel echt cases rondgemaakt, dus we hebben wel al gezien dat je wel profielen hebt op LinkedIn, maar echt profielen uit Nederland die dan bijvoorbeeld een bepaalde case hebben gedaan voor een bepaald bedrijf. Zo diep ben ik nog niet echt verder gegaan. Mm-hmm. Nee, het zou ook wel vreemd zijn, moesten alleen in dat geval niet de weg van de laatste weerstand voelen, denk ik ook. Tuurlijk. Ja,
dat laaghangend fruit is waarschijnlijk. Ja, low-hanging fruit. Iets interessanter op dit moment. Nu. Zeker, sowieso. Ja. En dus zo, als mensen echt moeten gaan nadenken van wie moeten we nu gaan betrekken als influencer, wat zijn dan bepaalde parameters dat je zou meegeven van daar zou ik wel echt rekening mee houden? Of? Ja, wij kijken vooral naar engagement. Want vaak zijn er zo influencers die wel heel veel volgers hebben, maar dat kan ook zijn dat daar heel veel fake volgers gewoon bij zitten. Of omdat ze vroeger vooral relevant zijn en nu door heel het algoritme, dat ze eigenlijk totaal niet meer op de startpagina's komen. En dan ja, worden ze ook niet meer veel weergegeven. Dus engagement is een vrij belangrijk waar wij naar kijken. Ook dan hun tarieven, wat dat, allee, of dat gewoon relevant is met dan heel het plaatje van zit je echt in ons plaatje van profiel, de interesses. Dus dat is wel een belangrijk. En ook vooral van de authenticiteit, omdat dan niet bij... Voor ons is gewoon heel belangrijk dat als ze dan over iets overwonnen, zeg dat het voorbeeld is, als ze een keer eens in de douche staan en dat ze dan eens tonen. Maar niet dat we echt zeggen, oké, die dag, dat uur moet je posten. Het is vooral dat wij zeggen, kijk, post maar wanneer dat je wilt. Omdat wij daar gewoon echt... Allee, de focus willen leggen op de authenticiteit en dat het zo niet advertentie gaat. En scripten jullie ding? Of zeggen gewoon van, weet je, doet er jullie ding mee, we hebben er vertrouwen in? We hebben gewerkt met script, maar we zien dat dat gewoon niet natuurlijk overkomt en we hebben dat gewoon echt niet graag. Dus we vertrouwen gewoon echt de influencer. We zien ook gewoon al van in het verleden de samenwerking dat ze hebben gedaan, hoe dat de content daarvan is. Als het zo te standaard is, ja, daar houden we niet echt zo van. We vinden het ook wel leuk om met humor en zo samen te werken. Dus ja, het is vooral belangrijk dat we gewoon zeggen van doe maar wat je wilt, we vertrouwen het gewoon helemaal. Maar je zegt net van, je trekt vandaag een dag aan je bepaalde parameters je profiel uit, waarom dat je ook zegt engagement, wat ik sowieso begrijp, een belangrijke parameter. Invloed, oké, fake volgers en dergelijke. Hoe trekken jullie dat zelf? We zien dat vooral door dat als zij bijvoorbeeld 100.000 volgers hebben en ze hebben maar 1.000 likes en 2 comments, dat we zo zijn van, ja... There must be something wrong with it. Of wat we ook vaak doen, is wel insight vragen van hun gegevens. Omdat ze hebben bijna allemaal bedrijfsprofielen waar je al die gegevens hebt. Dat vragen we ook soms naar. Ja, goede check-up. Ja, sowieso. Ja, zou wel. Streng zijde. Ja, nee, dat is goed. Kom maar rapen. Komt alleszins al goed overeen, hè. Dat is prima. Ja, dat is wel, sowieso. Nee. Nee, supercool. Ik denk eigenlijk dat we een mooi gesprek hebben gehad. En dat ik hoop dat mensen die geluisterd hebben eigenlijk vandaag goed zijn gekregen om met influencers te werken. Zijn er nog zaken dat jullie graag willen meegeven? Of? Niet bepaald, alles is wel gezegd. Ja, ik heb gehoord dat er wel nog wat releases kwamen langs beide kanten. Misschien nog leuk om mee te geven. Ja, wij gaan dus... Wanneer wordt het weer? Wie weet is het al gelanceerd, dat weten we niet. Maar wij gaan dus een nieuw merk lanceren naast Wonder. Waarbij dat we dan meer de kuisproducten richting op gaan. En ons eerste product gaat wasstrips zijn. Dat we gaan Wasstrips al zijn gegooid bij een stripje daarmee in een trommel? Ja, gewoon een blaadje in de trommel. Ik ben dan wel heel benieuwd van wat type influencers die daar voor ingezet gaan worden. Ja. Ik heb daar een poelen van, niet normaal. We zijn vooral aan het kijken voor mom-influencers. Dat moet je bij mij zitten. Ja, ik heb daar echt... Ballen, we zullen daar nog eens ballen. Voor u, Alexander, hoe komt het nou af? We gaan we gaan ons vooral focussen op die academy. Dat we in januari 2024 daarmee naar buiten komen. Dat we mensen nog beter kunnen helpen en voorzien in een influencerverhaal. Dus daar zijn we vandaag mee wat bezig. En dan een paar nieuwe teamleden die binnenkort het team gaan versterken. Dus exciting times. Dus voilà. Maar dat is de max, hè. Het is zo. Voilà. Ik hoop dat we misschien ook zelf influencers worden na deze aflevering. Dat we gevraagd worden om te spreken. Inderdaad. Nee, niet kijk, ik wil jullie alle twee hartelijk bedanken om tot hier te komen. Jij bedankt. Ja, merci, stel voor dat we nog... wat nakeuvelen aan onze toog, nog iets te drinken. En, super. Voilà. Alright. Dikke merci. Cool. Ja, bedankt. Merci. Merci. Ziezo, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering rond influencer marketing. Zit je met vragen of wil je zelf ook starten met influencer marketing? Stuur ons zeker een berichtje, we helpen jullie graag verder. En dan hoop ik voor de rest dat we jullie zeker terug zien bij een volgende aflevering van de Alles Komt Snor Show. Dag.